Berger. Jansen. Berger. Maar de spel voor Van Diemen. Nee, de vlag blijft omlaag. Dus is het hier 1-0. 1-0 voor RKC. Omdat Patrick Van Diemen aan de aandacht van iedereen was ontsnapt. Kroondeli, Kroondeli. Maar proberen, natuurlijk. Oh, Babels. Wat hebben de doelmannen vanavond? Extra tijd al. Nielsen. En Van Aren. Ja, het is toch nog 3-2. Het had er alle schijn van dat het op deze dag voor beide partijen het halve ei zou zijn. Maar het wordt voor Feyenoord een lege dop. Rust. Allemaal tempoloos, belevingsloos. Goed schot van Manrooy. Valt dus als een donderslag bij Helder Hemel. Nou, dit is toch wel 30 meter. En doet hij dan. Kuit mee terug. Texera te dekken. Even af van Dijk. Daar de kans aan de goal. Uit het niets valt hij nog. Het is Texera. Daar kan hij niet al mee terug. Dat volgt hem niet helemaal en RKC komt hier in de extra tijd op 2-1. Virgilio Texera is de man die het doet. Zijn eerste goal van het seizoen en eentje die 3 punten oplevert tegen Feyenoord. Oost is weg. Jason Oost! En het is Jason Oost, die als amateur van Feyenoord naar RKC kwam deze zomer. Kan die bal ook nog voorgeven als Matthijs er niet goed bij kan? Komt er dan nog een winnaar ook? Is het Joachim? Ja! Het is Joachim! Tot niet bepaald de beste bal van het veld. Maar die schiet hem op slag van het einde van de wedstrijd hard en hoog binnen. En dus is er helemaal niks voor Feyenoord. Martens, Keulaar, Martens, mooi driehoekje, Martens, met veel effect, oh wat een schitterende goal! Het is 100% verdiend, RKC komt hier op voorsprong door een wonderschone treffer met heel veel gevoel van Maarten Martens. En Michael Aerts, nu wel gepasseerd, twee ballen op de paal en dan deze bal, hij ziet waar Aerts staat en dan met binnenkant links richting kruising van Feyenoord en leidt RKC verdiend met 1-0.